We staan hier op het dak van Abcoa, eigenlijk met het mooiste uitzicht van Rotterdam. Direct om de hoek bij de Witte de Wit en is dit ja, het hartje van Rotterdam. Dak is een pop-up stadspark. Voor 10 dagen lang gebeuren hier allerlei activiteiten. We hebben de social barbecue waarbij mensen hun eigen vlees mee mogen nemen. We hebben tafeltennistafels waar mensen rond de tafels staan te doen. Alles is hier eigenlijk gericht op sociale interactie tussen vreemden. Ik denk dat het de beste combinatie is van verschillende soorten muziek, sfeer en experience. Dus naast het feit dat je alleen maar op een feestje bent, ben je eigenlijk ook op een picknick en je bent op een dak en je bent in Rotterdam en al die verschillende factoren komen allemaal samen hier. We willen eigenlijk zoveel mogelijk culturen zich welkom laten voelen en vandaar die laagdrempeligheid en dat je dus ook geen entree hoeft te betalen. Ja, te gek. Echt superleuk. Ik vind het echt geweldig. Super, toch? Top locatie. Lekker zonnetje, lekker open lucht. Heerlijk. Je geniet met volle teugen hier zo. Je staat hier met een lach. Er is goede muziek, er is eten hier zo, er is drank hier. Ik bedoel, wie zou hier niet willen zijn? Dit is een soort van vakantie in eigen stad. Gewoon 10 dagen lang een vakantiegevoel om de hoek van je huis. Dat is echt super. Leuke vrienden om je heen, leuke mensen kennen. Ik ben hier gewoon met 3 vrienden. Ik zit nu aan de tafel met echt een stuk of 20 man. Dus ja, meer wil je eigenlijk niet op zo'n zonnige dag eigenlijk. Vandaag hebben we lekker weer, we hebben een mooie locatie. Kijk om je heen, je hebt de skyline, we zitten midden in Rotterdam. Alles is dichtbij. Het laat vooral heel erg Rotterdam zien. De diversiteit in de architectuur en dat vind ik wel een pluspuntje aan Rotterdam. Lekker industrieel en alles door elkaar. Het is belangrijk dat zoiets als dit op een dak is, omdat een clubavond heb je wel gezien. Nu ben je bij iets wat er maar tijdelijk is, eigenlijk een pop-up idee. En dat maakt het gewoon uniek. En dan wil je er gewoon bij zijn, omdat het maar voor een gelimiteerde tijd is. Je hebt eigenlijk alle mensen die je hier wilt hebben, zijn hier. Dus eigenlijk ben je een sukkel als je niet bent.